Dat je geen brief kan schrijven, niet goed kan lezen, dus je leest nooit een boek. Probeer je het wel te lezen, maar lukt het niet, leg je het aan de kant. Ik had zware bronchitis en longontsteking, dus ik was niet vaak op school. En toen ik op school terugkwam, toen moest ik gelijk weer terug mee in de klas, gewoon weer met lezen, schrijven. Dus toen had ik al een achterstand. Met mijn geboorte, zuurstofgebrek en op school en ging niet lekker met lezen, schrijven. Vroeger wisten ze ook niet wat laaggeletterd was, dus ze wisten ook niet hoe ze dat aan moesten pakken. Omslagpunt was wat een collega tegen mij zei. Hij zag mijn dagrapport en toen zag hij dingen. Hij zegt tegen mij, ik weet wat er staat, maar het staat er niet. Ik liep letters weg, woorden weg. En die zei al tegen mij, voor mij heb je een lees- en schrijfprobleem. Want hij zag het al gelijk. En toen zei ik, ja, dat heb ik. Toen ik vader werd en mijn kinderen vroeg, papa, wil je boekje voorlezen? En dan schaam je eigen beetje naar je eigen kinderen toe, papa kent het niet. En op dat moment heb ik gezegd van, nou ben ik klaar mee, nou ga ik aan werken. Privé heb ik ook heel veel stappen gemaakt. Ik kook gezonder, want vroeger was ik zwaarder, weegde ik bijna 160 kilo. Ik ben afgevallen, omdat ik nou dingen kan lezen. Als ik de winkel nou in ga, weet ik nou waar ik op moet letten, want ik kan de etiketten nou lezen. Dat kon ik vroeger niet. Schrijven, lezen, brieven schrijven, formulieren schrijven. Eerst makkelijke woordjes leren lezen en met tijd wordt het steeds moeilijker. Dan moet je het ook zelf leren opschrijven. Een werk kan gaan veranderen, wat je beter in je werk kan staan, wat je meer kan op je werk. Je kan beter met een computer omgaan, maar je kan ook zelf gaan reizen. Want heel veel mensen kunnen niet alleen reizen. Als je het probleem hebt, zeg maar lezen en schrijven of rekenen of digitaal, ga er wat aan doen. Gaat die drempel over, pak het me buiten hand aan, doet de cursus. Bij mij heb het heel veel dingen opgeleverd en misschien kan het voor jou ook heel veel opleveren. Je zou het je leven mee kunnen verbeteren en je hoeft niet voor te schamen.